Vorige maand was de allerlaatste We Will Rock You in Nederland. Maar in Antwerpen gaat hij onverdroten voort. Dus nog één keer rocken. De nummer 1 in Nederland. En daarin is het heel duidelijk dat we het leuk vinden en mooi vinden om zo'n productie als dit ook naar Vlaanderen te brengen. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij geloven dat deze voorstelling zo'n succes wordt, dat er een groot getal natuurlijk mensen naartoe komen. Tim, je ziet er afgewerkt uit, maar voel je gelukkig? Dankjewel, ja. Dank je, dat is heel leuk. Ja, dat hebben we heel hard teugen. Oh, nu zie ik dat het make-up is. Ja. Ik ben helemaal, ik heb mijn lijf met bont en blauw geslagen vandaag. Nee, het is heel goed verlopen, denk ik. Het was een fenomenale show. Het ging heel vlot vanavond. Het is gewoon zo leuk om in We Will Rock You te staan. Met elke soort muziek dat kan je een beetje faken, maar toch niet helemaal. Er moet ook een beetje authenticiteit bij zijn. En ik hoop dat na heel veel 4 weken repetities dat het er toch een beetje in zin gekomen. En je voelt het ook aan waar het kan, waar het niet kan, waar het mag, waar het niet mag. En het is gewoon zalig zingen in deze zaal. Ik had echt een hele goede avond. Ik vond het superleuk. Er zijn ook stukjes geknipt en dat vond ik hartstikke leuk. Ik vond de nieuwe mensen die ik heb gezien heel goed. Ja? En was ik echt van onder de indruk. Ik was wederom opnieuw vol lof over Marjolein. Ja. Dat ik denk, wat kan die vrouw waanzinnig zingen. Ja. En het is natuurlijk heel leuk om mijn eigen rol te zien en te denken, oh wat grappig, dat doet iemand anders nu. Ze doet zo dat lipje, hè, zo. Dat kan ik niet. Het is heel leuk. Maar daar krijg je het niet benauwd van. Als iemand iets doet wat jij niet kunt. Wat ik niet kan. Nee. Ieder show is een talent. Ja. Half Nederlandse cast. Ik heb alleen maar Vlaamse accenten gehoord. Jij als ervaringsdeskundige. Ja. Geef eens een cijfer voor het Vlaamse accent. 10 op 10 van, ja? Ja, helemaal. Helemaal. Ik bedoel, zou ik het langs de andere kant kunnen? Ik weet het niet. Maar ze hebben echt zo hard gewerkt aan die accentjes. Maar het komt ook zo natuurlijk over. Ik bedoel, er is net nergens een Vlaams accent waar je van denkt van, oh, dat is een beetje ernaast gegrepen. Ze zijn allemaal. Elke Nederlandse acteur op de scène heeft een fantastisch Vlaams accent. Heb je nog gevoelens voor We Will Rock You of heb je het echt afgesloten na de laatste? Ja, dat is een goede vraag. En nou, ik moet zeggen, als ik er dan nu zo weer ben, heb ik echt wel weer gevoelens. Denk ik, oh ja, leuk. Ja. Maar ik was al aan het werk voor iets anders. En weet je, dan gaat de overgang heel snel. Ga je mij vertellen waar je voor bezig bent? Nou, ik zit niet in een show. Aha. Je werkt op kantoor nu. Tijdelijk, ja. Nee, echt waar? Ja. Ik zeg maar zomaar iets. Nee. Nou, het is op kantoor. Ja, het is wat dynamischer dan op kantoor. Maar wij trainen mensen om beter te speechen. Oh. En daar komt de podiumervaring heel erg goed bij van pas. Maar ik kom van allerlei mensen tegen. Dus dat is erg leuk. Als We Will Rock You uitgespeeld is, ga je dan weer de cruiseboot op? Nee, dan ga ik... Nee, niet met de cruiseboot op. Oh, er is niks mis mee natuurlijk. Nee, maar, niet toch? Nee. Maar hoogstwaarschijnlijk ga ik dan Rotterdam nog een keertje hernemen.
ondernemen, maar dan in Azië, in het Engels. Oh, jij ook, Dennis ten Verge, ja, namelijk ook, ja. Ook, ja. Dus nou, dan gaan we ook hier samen spelen. Ja, nou ja, dan moeten we je nareizen om je voor de vierde Tuurlijk. Keer te zien. Veel plezier op het premièrefeest. Tot ziens.